Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 27 is De Stenen Goden van Jeroen Windmeijer, een Nederlandse thriller-auteur die een behoorlijk oeuvre aan het opbouwen is in de voetsporen van Dan Brown en die volgens mij gewoon best goede boeken schrijft. Tot nu toe had ik van hem alleen De Bekentenissen van Petrus gelezen. Ik geloof een van zijn eerste boeken waar nog wel het een en ander op aan te merken viel. Maar in de kern was dat boek al heel vermakelijk. De Stenen Goden is vergeleken met dat boek beter gebalanceerd, grootser van opzet en ook informatiever. Ik heb het met veel plezier gelezen. Er zit een echt Dan Brown moment in, waarover straks meer. En het is een genre dat een beetje tot mijn guilty pleasures behoort. Alhoewel, die spuuglelijke omslag het wel wat lastig maakt om ermee in het openbaar te verschijnen. Dus zeg maar mijn ideale vakantieboek. De verhaallijn is voor de lezer zo makkelijk mogelijk gemaakt. Je volgt twee hoofdpersonages die, zoals het protagonisten in dit soort boeken betaamt, stukje bij beetje ontdekken en steeds informatie beschrijven. De ene hoofdpersoon is antropologie-student Anthony die veldwerk verricht op Paaseiland. Dat iedereen natuurlijk kent door die kolossale beelden die ook op de omslag staan. En daardoor komt hij in aanraking met historische en religieuze verklaringen voor de geschiedenis en de cultuur op het eiland. De tweede hoofdpersoon is conservator Monique die in het museum van Middelburg een tentoonstelling aan het voorbereiden is over Paaseiland en over de Nederlandse ontdekker Jacob Roggeveen. Tevens is er een inwoner van Paaseiland aanwezig die ter plekke een vergelijkbaar beeld zal gaan beeldhouden. En er is in het museum een klein beeld aanwezig dat ooit voor de kust van Nederland is gevonden en dat waarschijnlijk afkomstig is van Paaseiland. Maar hoe dat dan ooit hier terecht is gekomen, ja, dat is de vraag. En het leuke is dat dat beeld echt bestaat en in Zeeland te bewonderen is. Maar waarin het echte expositie werd geopend met een oud-Hollandse eierrace, daar heeft de conservator in een boek bedacht dat de media en het publiek getrakteerd worden op een Maorische hakka en een Hawaïaanse hula-dans, waardoor er direct een discussie op gang komt over culturele toe-eigening en kolonialisme. En nu houd jij je mond, beter Ramon hem toe. Ja, de WIC is besmet en daar gaan we aandacht aan besteden. En Roggeveen plaatsen we in die tijd. Niet om de WIC goed te praten, maar om een beeld van de wereld van toen te geven. De discussie over roofkunst voeren we al. We zijn er in dit museum mee bezig. Die kwestie verdwijnt niet als je er geen aandacht aan besteedt. Nou, terwijl Anthony in de geschiedenis van het eiland duikt, verdwijnt in Nederland dat beeldje. Sterven er verschillende mensen, terwijl Monique haar tentoonstelling probeert te redden en ontdekkingen doet over de reis van Jacob Roggeveen. Met De Stenen Goden is dit jaar al het tweede boek in de bestsellerlijst te vinden, naast Terra Ultima van Raoul de Leo, dat aandacht heeft voor de 18e eeuwse literaire imaginaire reizen. Opvallend. Windmeijer schrijft korte hoofdstukken van soms maar 2 pagina's en wisselt de hoofdstukken tussen Monique en Anthony in hoog tempo af. En de hoofdstukken van Anthony bieden mij de meeste informatie voor iemand die net als ik een leek is op het gebied van de cultuur van Paaseiland. En voor die lezer is er genoeg te ontdekken. De mythe van de oorspronkelijke bewoners die hun eigen eiland hebben ontbost, zei Marisa, omdat ze zo nodig beelden naar hun ahoe moesten rollen, is zo ontzettend hardnekkig. In deze tijd zouden we spreken van fake news. Er lijkt geen feit tegen te zijn opgewassen. Windmeijer bouwt beide verhaallijnen gelijktijdig op naar de climax en voegt daar lijntjes aan toe van actievoerders en gelovige Zeeuwen. Hij schotelt hele stukken uit het logboek van Jacob Roggeveen voor die soms wat overbodig voelen, net als de verwijzing naar de watersnoodramp uit 1953, maar die tevoorschijn komt omdat de mythe van de zondvloed in vele culturen voorkomt en in dit boek een centrale rol speelt, waardoor ook het verhaal van Noach uit de Bijbel uiteindelijk in verband wordt gebracht met de geschiedenis van Paaseiland. En zo springt Windmeijer van aanname naar aanname, waarbij je je schouders op kunt halen bij de doden die onderweg vallen, want dat uitklappen van die informatie is veel spannender. Een Dan Brown moment is zo'n stukje informatie dat je toch even wilt controleren. En zo liep ik op een gegeven moment naar de boekenkast om de Bijbel eruit te halen en om te controleren of er inderdaad reuzen in de Bijbel staan. En jawel hoor, en dat soort triviale weetjes maken dit soort boeken zo leuk. Boek 28 is Biecht aan mijn vrouw van Pieter Waterdrinker. En voor de lezers die hebben genoten van zijn autobiografische vertelling Tchaikovskystraat 40, is dit boek een aanrader. Een soort vervolg met terugkerende stokpaardjes en uitdrukkingen, maar ook met
duidelijke verschillen. En laat ik met die laatste beginnen, want de schrijver is niet in zijn vertrouwde Rusland, maar in Amsterdam. In een schrijversonderkomen van het Letterenfonds aan het Spui. En het zijn coronatijden, dus mondkapjes, ellebogenwerk en verlaten kroegen. Met schrijverscafés als De Zwart als leidmotief. De hele wereld was door dat virus een 19e eeuws bordeel geworden. Destijds broedplaatsen van syfilis, met niet alleen bij het vluchtig kussen, de fysieke daad, maar ook bij het wassen na afloop met de lampetkan een gereden kans op besmetting. Ditmaal vielen je tanden niet uit, evenmin kwam je onder de zweren te zitten of stierf je de venerische krankzinnige dood, maar dreigde je te verdrinken in je eigen vocht, met een zuurstofmasker, bedradingen en slangen op je vechtende lichaam. Wat ook anders lijkt, is dat waterdrinker beheerster lijkt te schrijven, waar ik me Tchaikovskystraat 40 vooral mee te herinneren, vol wijdlopige zinnen en onbescheiden bombast, is er hier op een zinnetje her en derna, zeker in het begin, is alles in een zachtaardige melodie geschreven. Alsof de pandemie ook invloed heeft gehad op de stijl van de schrijver. Waterdrinken belt geregeld met zijn vrouw Julia, die hem dan dwingt om te videobellen. Een soort running gag. Terwijl hij vertelt over zijn jeugd en zijn studententijd. En hij laat ook twee andere personages aan het woord. Zoals zijn oude schoolvriend Otto Brons, een bronstige miljonair. En de 30-jarige Jeva Harms, een vrouw / meisje dat nog een relationele echo bleek te zijn van de vorige bewoner van het schrijvershuis. En door Tchaikovskystraat 40 heb ik van Waterdrinken als verteller het beeld gekregen van een praatgrage oom die een borreltje te veel op heeft en die dan graag sterk opgeklopte verhalen vertelt. Nou, en in Biecht aan mevrouw zitten alleen maar van dat soort personages. En die macho Otto is een soort overtreffende trap, maar ook Jeva kan een potje lullen. Van schrijven komt allemaal niet zoveel terecht. Wel heeft hij confrontaties met een vervelende hoofdredacteur en met een zwarte schrijver die hem voor racist uitmaakt. En hij houdt een absurde lezing in telefooncellen, terwijl hij rondloopt met het idee dat hij wel eens vader zou kunnen zijn van een zoon. Wat weer terugkeert is een soort sadistisch genoegen van de schrijver om zichzelf in een slachtofferrol te duwen als Nederlandse auteur, maar om tegelijkertijd ook de loftrompet te steken over zijn eigen werk. En dus keert de uitdrukking het grondsop van de vaderlandse belletrie terug en iemand wijst hem er ook op dat hij nog nooit een literaire prijs heeft gewonnen, terwijl zijn uitgever dan weer zegt dat hij zo blij is met hem en er ook meerdere keren op wordt gewezen dat zijn boeken zo goed verkopen. Dit soort egotripjes zouden grappig kunnen zijn als Waterdrinker ze niet zo oprecht en quasi terloops op zou schrijven. Weet je hoeveel boeken er de laatste maanden van mij zijn verkocht? Hoeveel? Ik vertelde het. Wauw, echt geweldig. Met Biecht aan mijn vrouw kan Pieter Waterdrinker een coronaroman afwinken van zijn lijst. En ik merk dat ik al die verwijzingen naar mondkapjes, handschudden en lege straten maar vervelend vind. Daar zijn we al mee doodgegooid, dus dat is meer iets voor het nageslacht. Tegelijkertijd hebben alle verwijzingen naar Rusland en Oekraïne een extra laag gekregen. Zeker als je weet dat de schrijver inmiddels vertrokken is uit Sint-Petersburg. Dit boek is voor lezers die wel van wat geoude hoer houden en die kunnen gniffelen om het contrast tussen een aftakelende boemer, zijn bemoeizuchtige vrouw en een zoekende jonge vrouw. Het lijf verandert, maar de geest niet, is een terugkerende hymne in deze roman waar de souplesse van afdruipt. En eindelijk een keer iemand die zijn eerste kennismaking met de literatuur niet opklopt. Door mijn lectuur begon ik de kleine wereld om mij heen met andere ogen te bekijken. De klaverjassers in het café waren niet uniek. De mannen op leeftijd die hun laatste levensjaren met kaarten, nicotine en drank doorbrachten, hadden hun lotgenoten en voorgangers op andere plaatsen, in andere tijden. De dood het jaar ervoor van mijn moeders zusje, het langgerekte benen van mijn familie op de begraafplaats tussen de dennen van de Veluwe, waar we weg uit Zandvoort met de trein naartoe waren gegaan, had ons gezin voor lange tijd lam gelegd. Maar ook ons verdriet was niet uniek. De boeken die ik las stonden er vol van. We zijn allemaal lichamen die langzaam beginnen te haperen, die niet uniek zijn en die emotioneel kunnen worden van kattenfilmpjes. Week nummer 15 van de bestseller 60 in 2022 en het is Boekenweek en dit heeft tot resultaat dat de lijst eindelijk een beetje bevolkt wordt door echt een aandeel Nederlandse fictie. Met 5 nieuwe titels kom ik in totaal op 18 boeken uit, wat betekent dat dit zo'n 30% van de lijst is. Zowel die 5 nieuwe titels als het totaal van 18 boeken betekenen records dit leesjaar. Maar laat ik wel realistisch blijven, want die 30% dat zou eigenlijk een standaard aandeel in de lijst moeten zijn. En van 2007 tot en met 2010 was dit ook het geval. Sindsdien is het alleen maar minder geworden.
Maar laat ik die zwartgalligheid bewaren voor een andere video. Want 5 nieuwe titels in 1 week is goed nieuws. En er komen waarschijnlijk nog wel minimaal 3 nieuwe titels bij volgende week. Als ik kijk naar de invloed van de Boekenweek in de afgelopen jaren. De eerste nieuwe binnenkomer staat op 1. Een vals spelen, want het is het Boekenweek essay Het Warmtefort van Marieke Lucas Reineveld. Dat slechts €5 kost. En wat wel bijzonder is, is dat het boekje inmiddels aan een herdruk toe is. Op nummer 4 staat de nieuwe roman van Spinter Chabot, Als de hemel genoeg ruimte heeft. Op nummer 31 is De draaischijf te vinden van Tom Lanois. Een boek dat ik al een week eerder in de lijst had verwacht, maar blijkbaar wilde het publiek nog een weekje wachten met aanschaffen. Op nummer 38 staat De bloemlezing met liefdespoëzie van de eerste tot de laatste liefde van Iwa Leonard Vijver, de schrijver van het Boekenweekgeschenk. En op nummer 45, Soms sneeuwt het in april, van Janneke Siebelink. Een boek dat perfecte marketing kende, want het verscheen op een dag in april dat het sneeuwde. Janneke Siebelink is de derde Siebelink die met een notering in de bestsellerlijst staat, na haar vader Jan en broer Jeroen. Er is sprake van een ware bestseller-dynastie. Teruggekeerd in de lijst zijn De kapperszoon van Gerben Bakker. Ik voorspelde het al een beetje vorige week. Het komt minder van Willem Wilmink en Terra Ultima van Raoul de Leo. Dus het effect van de Boutje Pieterse prijs is merkbaar. Tot slot 3 nieuwe boeken die zijn verschenen of die nog moeten verschijnen. Astronaut van Tomias Keno. De achterkant van De bevrijding van Bertram Maurits. En Meerzicht van Marie de Meijster. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.